En als mensen zeggen, wij willen ons zin, dan moet je niet weer met argumenten komen om te zeggen dat ze hun zin niet krijgen. En dan moet je misschien maar even wachten. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik rector heb willen zijn. Is het geen nederlaag dan voor u, dat u nu vanuit uw positie bekijkt en zegt, nou, mensen hadden nauwelijks argumenten, dat u nu toch vertrekt of misschien moet vertrekken? Ik ben bang dat het niet alleen een nederlaag voor mij is. Ik denk dat het een nederlaag is voor een aantal principes die ik nogal huldig. Schandaal! En dat het precies weer zo gebeurt. Het is een schandaal dat een moedige jonge vrouw aan de kant wordt gezet door zo'n stelletje intriganten dat zich docentenkoor durft te noemen. En ik weet waarover ik spreek. Met mij is precies hetzelfde gebeurd in 1971 aan het Comenius Gymnasium in Zutphen. Ook ik paste zogenaamd niet meer in de sfeer van de school. Werd je nooit rechtstreeks in het gezicht gezegd. Fluistercampagnes op de gangen. Ik werd genegeerd in de docentenkamer. Uitgelachen op de rapportvergaderingen. Zwart gemaakt bij de oudercommissie en geschoffeerd door de leerlingen. Oh ja, als ik toen een rectrix als Cedevries Lunch naast mij had gehad. Dan zat ik nu nog in het vak. Dan was ik nu nog leraar. Dat wil zeggen opvoeder en cultuurdoorgever. Zo toen ik haar de televisie zag, wist ik het. Zij is uit het goede hout gesneden. Dat is het voorbeeld voor de jongelui op de drempel van het leven. En ik wil haar dat doen weten. Ik wil haar zeggen dat een oud collega met haar meeleeft. De adressering vormt een probleem. Per adres Barleyus Gymnasium Amsterdam, ja. Haar ex-collega's zullen de bonbons grijnslachend vertrappen. Cedevries Lunch Amsterdam lijkt mij voldoende. En ik hoop dat zij de boodschap begrijpt. Hoe klinkt die ook weer door in dat schitterende Schubertlied? Las auch dir die broest bewegen. Liebchen, hör mich. Bebend har ich dir entgegen. Kom, beglücke mich. Het is een schandaal. Het is een regelrecht schandaal. Kijk niet naar ons.